picture paragraphs are loaded. Wise words being quoted through the weakness in the rap game is loaded. Battle down, pray to God, hoping that it's listening. See a niggas coming for me, put my knowledge in when it's listening. Now pay attention, listen, please, father. I'm a ghost, so you stand in peace, yeah. Uitkomend voor de Gouden Hoek. Vanuit Days Gym en Ballin' Fit, getraind door Dejan en Leroy. Hij ziet eruit als de ultieme bad boy en maakt de grappigste sketches die al meerdere keren viral gingen. Hij neemt zichzelf niet te serieus, maar verandert die vibe zodra hij de ring instapt. Give it up voor de ultimate bad boy, Goudje Get Paid Cederberg! Mentaliteit, want hij zei dat hij al sowieso klaar staat. Hij is iemand die dan waarschijnlijk ook gewoon geregeld traint en ready for whatever is. Ja, het is vervelend natuurlijk dat de oorspronkelijke tegenstander geveld is door corona. Iets waar we toch nog steeds rekening mee moeten houden. Jammer genoeg, voor de bevolking ook, maar ja, wetenschap voor hem. Ja. Maar Goudje in ieder geval een tegenstander, hij kan vechten. Ja, en, hij mag laten zien wat hij de afgelopen weken heeft gedaan in de gym. Het is afwachten of hij er blij mee moet zijn of niet, dat hij een nieuwe tegenstander heeft. Nou, Goudje had zelf ook al wat pech in zijn trainingstraject. Dus hij staat er wel. De blik zegt, spreekt boekdelen, broek lekker hoog. Volgetatoeëerd ook. Ja. Heb jij een tatoeage? Nee, ik heb geen tatoeage. Ik vind het heel mooi om te zien, maar zelf wil ik mijn lichaam toch niet meer houden. Maar je bent ook niet een beetje te oud voor natuurlijk. Ja, nee, het kan wel, maar ja. Het is even afwachten nu. We hebben wel heel veel spectaculaire wedstrijden gehad. Ja. Ik ben benieuwd wat Goudje gaat doen tegen onze Cliff Wilson. Zo, oei, dat was mooi door met de links directe. Goudje, ook gouden bokshandschoenen. Ja. Cliff heeft wel echt een bokshouding, dus ik denk ook wel dat hij wat langer traint ook. Ja. Goudje gaat er wel voor. Ja, hij gaat er goed voor. Kin wel iets te hoog. Een gaatje. Maar hij kijkt wel, hij beweegt. Hij werkt in en uit. Ze nemen iets meer de tijd dan wat we zagen bij de andere potten. Ja. Er wordt meer gekeken, wat meer strategisch. Afwachten. Ja, zoeken naar een moment. Dit kan ik ook nog gewoon echt waarderen. Kijk eens. Even voor de mensen thuis die kijken. Cliff Wilson versus Goudje. Wel instappen, Goudje staat net te ver dan om zo'n rechts direct te geven. Het is ook een beetje, zie ik al, Goudje heeft Amsterdam logo op zijn borst getatoeëerd. En Cliff maar Den Haag, dus... Ja, 020 versus 070. Ja toch, maar ja, luister naar Hagenees. Hey, wij ook eigenlijk, ik ben 020, jij bent Hagenees. Ja, dus je snapt van wie mijn... iets harder gaat kloppen nou. Maar goed, mee de best win winnen. Precies. 10 seconden nog voor de eerste ronde. Het is toch een ronde die... Beetje aftasten. Aftasten, ja. Kijken wat de ander kan. En zo gaan we. Dus de eerste ronde, ja. Wat kan jij zeggen nu over de winstverdeling? Gelijk op de andere ronde, vind ik zelf. Ik vind het gelijk opgaan. Beide heren komen redelijk door. Ze doen allebei gewoon goed. Aftasten. Kijken wat ze kunnen doen. Wat ze risico's kunnen nemen, ja of nee. Ze werken in en uit, linksom, rechtsom.
Ik denk dat ze de tweede ronde de tempo ietsjes gaan opvoeren. Nou. Ja, ze hebben natuurlijk maar 3 rondes van 1,5 minuut. Ja. Dus nu nog 2 rondes te gaan. Ja, je moet ook niet te lang wachten. Je moet niet te lang wachten met het aflassen. Je moet ook gewoon gaan op een gegeven moment. De laatste instructies van de hoek. Ja, het is nu... Joop trekt op het midden, meekomen, helemaal gelijk. Ik ben benieuwd wat voor instructies ze hebben gekregen, of ze nu vol moeten gaan, omdat ze nog... Wat zou jij hebben gezegd? Iets meer risico nemen, gewoon nu gewoon doorcombineren. Niet geen enkel stoten, doorcombineren. Spelen met die linker en gewoon gaan. Boom. Dan heb je eentje weer en dan kom je met de combinatie. Boom, boom. Boom. Kijken, niet vastpakken. Los. Ja. Luisteren naar de scheids. Ja, uit luisteren. Elkaar, uit elkaar. Ja. Joop is oud-gediende. Veel respect voor. Vader van Perry Ubeda. Oud kickboxer. Ja, dus die weet hoe het hoort. En elkaar zo vastpakken, dat is natuurlijk. Ja, dat gaan we. Boom. Ze zoeken naar een gaatje. Ja. Boxers mogen gewoon echt niet vastpakken. En dat is wat Goudje wel iets te veel doet. Oh, mooi ontweken van Cliff. Meer vastpakken, kom op jongens. Oh, hij heeft hem wel in de hoek. Hem in de hoek. Ja, dat doet hij dan wel goed. Cliff staat er wel vol zelfvertrouwen. Ja, maar hij heeft een bepaalde rust heeft hij over zich ook. Ja. Kijkt goed. Een Goudje lekker in beweging. Probeert, dreigen. Maar als je dan beseft dat Goudje geen echte kickboxer is en Cliff wel, dan vind ik dat Goudje toch goed doet. Zo, Bob, ja, maar niet vergeten, Goudje heeft wel een goede bokstraining getraind, hoor. Ja? Ja, zeker. Vanuit Dace Gym. Deon. Okay. En die heeft ook weer samengewerkt, of die werkt nog steeds samen met Mike Tyson. Oh, dat is niet... Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. Vanuit Almere, jongens vanuit Almere. Een mooie gym daar, de Dace Gym. De laatste 5 seconden. Het is kijken wat er nog kan gebeuren. Cliff kwam even door. Ja, wat denk jij, deze ronde voor Cliff? Lichtelijk voordeel voor Cliff. Alleen zijn coach is alsnog niet echt blij met zijn prestaties. En dat laat hij ook echt zien aan hem en horen ook. We zijn natuurlijk ook een beetje verwend, hè, met zoveel spektakel ervoor. Ja, dat ook, ja. Dit is natuurlijk wel gewoon een goede wedstrijd. Maar... Laten we zien of er nog een knockout eruit gaat komen. Ja, we zien wel ook in de herhaling dat Goudje een paar keer goed is doorgekomen. Het draait niet om, blijft gewoon kijken. Mooie opstoten van Cliff. Derde en laatste ronde. Nou gaat iemand wel moeten beslissen. Goudje moet nu wel alles gaan geven. Ja, hoek weg. Goudje, kun je nou echt Goudje heten? Ja, bijna. Maar Goudje weet even niet wat zijn volledige naam is, maar bijnaam is Goudje. Oh, bijna. Dus ik denk dat hij gewoon koud is, hij loopt met heel veel goud. Wat is jouw bijnaam eigenlijk? Vroeger was dat lage die school je en noemt. Korfbaltijd in de jeugd was het Biffy. Biffy? Ja, Biffy. Ja. Goed dat je dat zegt, dat iedereen dat nu weet. En later is dat Red Pit geworden. En dat is eigenlijk wel grappig, want op feestjes ben ik altijd degene die eventjes in slaap valt. Ja. Dan kom ik niet terug. Ja, tijdens deze wedstrijd vallen we zeker niet in slaap. Nee, echt niet. Ondertussen wordt er weer flink gevochten. We hebben nog 1 minuut 10 te gaan. Een Goudje gaat ervoor, maar... Het is nog aan het kijken, hoog, laag, dreigen. Het voet door. Kom op. Ja, toch weer het vastpakken, hè? Ja, dus moet niet vastpakken. Dat moet je gewoon niet doen. Gewoon loslaten en gewoon stoten. Ja. Cliff komt mooi door. Ja, blijf gewoon ontwijken. Kijk goed, duwt hem in de hoek. Zag je die mooie dat hij hem ontweek? Ja, ontweek hem toen gelijk terug met de stoot. Kijk, weer gaat hij mooi naar rechts toe. Ja. Ja, dus wat Cliff al zei, weet je. Ik ben ready for whatever. Hij was al gewoon lekker aan het trainen. Die doet het gewoon vaker. Het is gewoon echt een bokser. Ja, je ziet gewoon, de techniek is toch wel sterk bij Cliff. Ja. Maar Goudje die toch niet heel veel voor onder, moet ik zeggen. En nu pakt hij zijn kans. Ik denk niet dat er nog uit gaat komen. Nee, deze wedstrijd niet. We hebben 15 seconden te gaan. Ja, dit was een harde klap van Cliff. Ja, 10 seconden nog en nu wordt er. Oei, maar Goudje is niet degene die doorkomt met de opstoten. Dat werkt wel echt in zijn voordeel. Maar aan de laatste 10 seconden. Ja, de wedstrijd afgelopen. Het is, Goudje, wie er ook wint, ze hebben allebei goed gevochten. Laat ik het zo zeggen. Jazeker, als ik deze toch moet beoordelen, ik vind het moeilijk.
houdt hem veel meer in huis. Daarom was zijn hoek ook best wel vurig tegen hem. En, maar het is niet echt uitgekomen. Ja. Nee, dan denk ik toch dat Goudje in deze partij meer gedaan heeft en meer gescoord heeft. Ja. Nou, het zal in ieder geval gelijk opgaan. Het zal erom spannen. Dan hebben we allebei alles gegeven. En wie er nu uiteindelijk met de winst vandoor gaat, krijgen we nu te horen. Van deze partij, unanieme beslissing, uit de zwarte hoek, Claire!